Yo dames en heren, welkom bij een nieuwe video. Vandaag ga ik een andere soort video, maar ik ga terug beginnen met vlogs. Want de afgelopen video's die ik heb gemaakt over Acid en over Everdrop nemen net iets te veel tijd in beslag en ik wil gewoon terug wat meer fun video's maken. Allee, video's waar iets minder tijd in steken en die ik gewoon sneller kan uploaden. Dus ik ga jullie vandaag meenemen. We staan hier op het punt om te vertrekken naar een evenement, Très Chic in Hasselt, waar wel vette dingen te zien zijn. Dus ik ga jullie gewoon meenemen en ben echt wel benieuwd, want het gaat over luxury en zo. Het zijn hele dikke auto's normaal, dus we gaan het zien. Ik ga dus natuurlijk niet alleen, ik ga met Bo. Wacht, mijn sjaal is echt kut. Heb je al verteld wat we gaan doen? In de Rapte. Wat is in de Rapte? Ja, gewoon dat we naar een evenement gaan waar veel luxury is en dikke auto's. Ja, oké. Okay. We gaan vertrekken, let's go. We zien jullie daar. Oké, daar ging het al fout. We zijn helemaal naar Hasselt gereden. Typisch gewoon. We waren echt bijna daar, het was nog 2 minuten. Toen werd Bo gebeld dat we de tickets waren vergeten. Waar zijn die nu eigenlijk? Hier. Ah. Allee. Nee. Wat is dit? Jawel, hier een bol. Ah nee, dat is ook van u. Oké, maar we hebben dus de tickets nu wel. Oh. Dus nu moeten we helemaal terug naar Hasselt. Ja, echt fucking. Maar goed, echt ja. Dan moet je zo. Alright, tot zelfs. Oké, mensen, we zijn er en hier staan al gelijk een dikke Range en een G-klasse op de parking. Mijn twee favoriete auto's. Ja, wow, mensen, dit is gewoon ja, een mobiloom. Maar dit is ja een bus en je kunt daar gewoon een auto inzetten. Je ziet dat niet goed, maar. En die kost 1,6 miljoen. Ja, dat is echt insane. Hier zie je echt dat dat zo een ja, eigenlijk een vrachtwagen is. Gewoon. Dit is iets voor u, hè? Ja. Hoi, joh. Ja, mensen, dit is waar we voor gekomen zijn. Dit is toch wel heel sick. Daarachter nog een Urus. Oh, mensen. Dit is toch wel echt. Ik kan niet eens meer praten door dit. Echt niet normaal. Oké, ik ben hier dus nu de video aan het editen en kom er nu dus achter dat we blijkbaar niet alleen waren op het evenement, maar de dag ervoor was een van de bekendste YouTubers van Nederland ook daar. Daar kwam ik zo net achter toen deze video van Don online kwam. Hier zie je echt exact dezelfde, als de camera op het scherm stellen, auto staan. We krijgen een rondleiding, kijk eens even. Ik ook, ouwe. Oké, dat wou ik dus gewoon even laten zien. Dat was wel vet dat hij daar was. Don, als je dit ziet, de volgende keer gaan we samen. Oké, mensen, hier hebben we ook Bentley, ook heel dik. Maar wat echt dik is, is toch wel de Urus, ja. Holy shit. Kijk dit dan toch. Dit is toch wel echt de droom. En besef, er zijn gewoon YouTubers die dit hebben, hè. Dat is echt insane. Hier hangt dus ook heel vette kunst. Dit zou ik echt nog thuis ophangen. Thuis? Ja, niet? Ja. Oké, mensen, hier staat een step, maar dit is geen gewone step. Als je dichterbij gaat, zie je gewoon dat deze van Lamborghini is. Hoe crazy is dat? Echt ook dikke banden. Echt vet. Wat is de kans dat je erin springt? Staat hier ook gewoon binnen. We staan hier nu bij Porsche en dit blijft ook wel echt heel dik hoor. Ja, we gaan erin zitten. Ja, gaan we erin? Ja. Ja, hier kan ik wel aan wennen, ja. Eerlijk, dit is echt. Dit is de Taycan, dat is die volledig elektrische volgens mij. Moet ik jullie filmen daarin? Ja, laat eens zien. Hé, hey, dat staat nu wel hoor. Ja? Ja. Misschien dat. Ja mensen, dit is nog niet voor mij weggelegd, want zoveel geld heb ik nog niet. Dit vind ik ook echt sick, GT4 RS. Misschien iets voor u? Ja, de vrouw die er nu in zit zal wel bekend zijn of heel veel geld hebben. Maar wij mogen er helaas niet in, Wow, dit is toch wel echt een natte droom, ja. Een Audi RS6, ooit gewoon, ja. Ik weet niet of jullie mij verstaan, maar dit is ook echt niet verkeerd, ja. Een dikke RSQ8. Ja, echt netjes. Besef mensen, we staan midden in de Etias Arena. En hier staat gewoon een zwembad, gevuld, hè. Moet toch ook wel wat geld kosten om dit vol te laten lopen, want amai. Oké, we staan nu terug bij die bus en nu kan ik eens de goeie laten zien. Hier kan gewoon een auto in, hè. Dat is echt ziek. Oké, dat was het dan. Ja. Doei, Trixo. 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 Ik heb echt wel het gevoel alsof ik mezelf weinig gefilmd heb, maar dat was omdat er gewoon zoveel vets te laten zien was. Ja, het was echt fijn, hè. Ja, het is een ervaring om eens te doen. Ja. Helaas hebben we dat geld niet, maar nee. Maar dat het is dus fijn om eens te zien. Ja. Ik weet niet of jullie dit zien, maar hier staat dus nog een dikke G-klasse. Met G-klasse. Oké, het is wel echt heel mooie auto's, maar ja. Ja, ooit. Ooit. Nu gaan we voorlopig nog naar huis met onze dikke Polo. Voilà, zijn van een Porsche naar een Polo. Hoe vond je het? Oké, we hebben eigenlijk daarnet al gezegd, maar nu nog een samenvatting. Ja, het was echt wel... Het was echt chic om te zien. En zeker is het leuk om te zien gewoon. Hallo?
Hey, we zijn terug. Voilà, je gaat niet uit eten in een duur restaurant, maar gewoon in de McDonald's. Even een late night snack halen. Ja, een ijsje. Ja, wat kan ik bestellen opnemen? Tuurlijk. 1 McFlurry M&M met karamel. Ja. En een vanille milkshake. Ja. Oké, dat was het. Hallo. Dankjewel. Dank je. En we zijn weer terug thuis, mensen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Het was een beetje kort, maar hopelijk hebben jullie toch genoten. Ik ga hopelijk meer vlogs maken in de toekomst. Want ik vind het wel echt fijn om te doen. En ja, weet wat je ervan vond. Vergeet niet te liken en te abonneren en al die dingen. Dan zie ik jullie in de volgende video. Ciao.